Winkeliers in Arnhem hopen dat de Canadese Hudson Bay de plek van Vroom en Dreesman zal innemen. We spraken hierover met Jos Wegdam en hij is voorzitter van City Centrum Arnhem over waarom Hudson Bay een goede partij zou zijn. De voorkeur gaat dan toch wel misschien uit naar Hudson's Bay. Dat is al vaker genoemd. Ja, ik heb het al vaker gezegd natuurlijk met alle waardering voor Kaan en zijn kornuiten. Mm-hmm. Wat dat betreft vind ik het een heel geweldig initiatief. Ik heb het gisteravond ook gevolgd op tv. Het enige is, ja, ik vraag me af of de organisatie buffer genoeg heeft om dit op te kunnen zetten. En een formule door te willen zetten die eigenlijk... failliet is. Dus Arnhem heeft echt behoefte aan een heel ander concept. Ja, dus het ook je kunt ook zeggen het is een nieuwe uitdaging. Het is een nieuwe uitdaging, ja. Maar dat kun je op twee manieren opvatten. Welke uitdaging zou je dan graag willen? Uh-huh. En dan pleit ik zelf, maar dat is dan de mening van onze organisatie, voor een warenhuis wat ook echt hout snijdt, waar ook je mee kunt onderscheiden en waar je mee ook de regio kunt bereiken. Want de regio is voor ons in Arnhem verschrikkelijk belangrijk. En van wie is het dan afhankelijk wat voor zaak daarin komt nu? Dat zijn de investeerders en ja, dat zijn precies. De verhuurders. En die bepalen uiteindelijk de markt en niet wij. Mm-hmm. Alleen wij kunnen wel aangeven waar Arnhem heel erg veel behoefte aan heeft. Zou het kunnen zijn dat zo'n Hudson's Bay bijvoorbeeld wel in Arnhem gaat zitten en andere steden in het land overslaat? Omdat hier bijvoorbeeld hele goede voorwaarden zouden kunnen zijn? Daar zijn het investeerders voor. Die kiezen voor locaties waar ze markt zien. Ik bedoel, ze gaan niet ergens zitten wat bijvoorbeeld al verliesgevend is. Want er zijn natuurlijk V&D ook heel veel locaties die verliesgevend zijn geweest. Arnhem valt daar niet onder, want het is een heel goed filiaal geweest. Dus ik kan begrijpen dat Hudson eerst kijkt naar de meest winstgevende locaties van Nederland. Dus wat dat betreft staan we er goed voor eigenlijk in Arnhem? Arnhem, wat dat betreft, ja. V&D, Arnhem was geen slecht filiaal. Neem dat van mij aan. Nee, precies. Dus u gaat daar nu uw best voor doen. Gaat u dan met de wethouder Keunig nog om tafel? Dat hebben we al gedaan. Ja. Dat hebben we al gedaan. En ik weet van Arnhem, ook van het college, dat het college zich ook enorm veel zorgen maakt. En dat ze zeker alle zeilen bij kunnen zetten waar mogelijk om de rode loper uit te gooien voor nieuwe investeerders. Maar in ieder geval, we blijven positief. Daar gaat het om. We moeten met z'n allen proberen om te kijken wat er mogelijk is. En laten we ons vooral niet iets aan laten praten waar we alleen maar treurig van worden. Want daar schiet je niks mee op. Nee. Ja, dan zit je natuurlijk nog met die 250 personeelsleden van voorheen V&D. Ja, dat is een. Ik weet dat UWV Arnhem. Maar de gemeente bemoeit zich daar ook mee, de handen vol heeft om mensen toch weer op een goede plek terug te krijgen. Ja. En er zullen projecten opgezet moeten worden. En laten we eerlijk zijn, het is ervaren personeel wat op dit moment V&D verlaten heeft. Dus ik denk dat er wel zeker voor een deel van hen zeker een garantie is om weer aan het werk te komen. Ja, dat zou ook eventueel in een nieuw warenhuis kunnen zijn. Ook dat.